Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Wat is nu het geheim van een supergoeie pizzabodem? Daarvoor moet je bij een pizzaiolo zijn. Alright. Gianni, jij bent pizzaiolo. Ja. Wat is dat juist? Een pizzabakker. Pizzabakker. Maar ik vind pizzaiolo een mooier woord. Ja, dat is zo, fijner. Dat is mooier, hè? Ja. We gaan eraan beginnen. We zetten 500 ml water. 2 gram gist. Maar ja, dat is echt niks. We gaan 1 kilo bloem gebruiken en maar 2 gram gist. Dat is eigenlijk niks. Dat is toch zot? In de supermarkt zeggen ze dat zo'n volledig blokje zo groot voor 1 kilo bloem is. Maar hoe komt dat? Dat is niet verteerbaar dan, hè? Ieder zijn eigen mening, maar liever zo. Oké, 1 kilo bloem. Kilo bloem. Tot een papje maken, eigenlijk. Dat dat een mooi geheel wordt. Ja, ja. Doe ik dat goed? Heel goed. Ja, amai zeg. Precies crossfit. Ja. Heb je al je fitness voor vandaag? Ja. Maar we gaan er ook al een beetje zout toevoegen. Ja. Dan gaan we de olie bijvoegen. Dat is ook eigenlijk meer om de deeg wat soepeler te maken. Ah, dat is misschien ook een goede tip. Hoe lang moet je dat kneden ongeveer? Tot het een mooi geheel wordt, tot alles bij elkaar zit. Dus dat deeg is nu klaar. Wat nu? 48 uur rusten op 4 graden. Dit zijn mijn bollen wat 48 uur gerust hebben. 48 uur. Die zijn veel zachter. Ja. Die zijn ook veel luchtiger. En kun je die dan zo in de lucht gooien? En... Nee. Die wat ze eigenlijk in de lucht gooien, daar zit meer zout in. Dus die zijn echt zo heel vast. Maar die zijn ook niet zo eetbaar, want dan proef je echt de zout. Oké. Nu gaan we daar groter van maken, zo. En dan mijn vingers, zodat ik zo een mooie boord maak. Ja, ja, ja. Dus ik duw de boord naar buiten. Dat is de basis, dat is de bodem. Ja. Daar doe je nu op wat dat je wilt. Dus rode tomatensaus. Kaas, fior di latte. Fior di latte. Een soort mozzarella, hè? Ja, koeienmelk. Simpel, dat is het. Erin zetten. Ja. En hoe lang gaat dat nu duren in uw oven? Pagen 2 minuutjes. 2 minuutjes. Maar ja, die oven staat ook op 345 graden. En klaar. En nu het belangrijkste, hè? Proeven. Krokant pizzadeeg. Er zijn weinig dingen zo lekker. Blijf mooi recht staan. Alsjeblieft. Gianni, buon appetito. Buon appetito. Merci, hè. Het is gewoon keilekker.